Er is veel onduidelijkheid ontstaan bij de verenigingen die een ruimte huren bij gebouw De Hoeksteen in Hoek van Holland. Per 1 januari zijn Vitis Welzijn en Humanitas de nieuwe eigenaren. Maar de huidige gebruikers weten nog niet waar ze aan toe zijn. Tijdens een voorlichtingsavond op 7 september werden ze niet veel wijzer. Ja, wij willen zekerheden hebben dat wij er op de data of dezelfde dagen in mogen als nu. Want je kan zomaar niet tegen een dirigent zeggen, we gaan een andere dag. Want ook die dirigenten, dat zijn beroepsmensen, die huren wij in op contractbasis. Die kan je niet zomaar wegsturen en die kunnen zomaar geen andere dag komen. Ze weten ook niet wat ze moeten gaan betalen. Daardoor kan je geen begroting voor 2018 opstellen. Je kan geen subsidies aanvragen. Je kan geen gastmuzici uitnodigen, want we weten helemaal niet hoe het allemaal gaat lopen. En ja, het is haast oktober en dan 1 januari een nieuwe verhuurder. En daar hebben we nog nooit een gesprek mee gehad. We zijn ook niet uitgenodigd om daarbij te zijn. De gebiedscommissie is bezig om het proces goed te laten verlopen. Ik begrijp dat er heel veel vragen zijn rond de verenigingen. Maar we hebben de garantie dat alle verenigingen een plekje krijgen in de Hoeksteen. De biljartvereniging heeft te horen gekregen dat ze moeten wijken naar een andere ruimte. De biljartvereniging moet ook een plekje krijgen. Dat hebben we als gebiedscommissie uitdrukkelijk meegegeven aan de projectleider. Er wordt nu gezocht naar een geschikte plek in de Hoeksteen. En dat heeft onder andere te maken dat deze plek ingericht wordt voor het Centrum Jeugd en Gezin. Wij eisen een gesprek met Vitis. En wij eisen zekerheden, zeker over de huur. Want als een aantal verenigingen hier niet meer in kan voor dat geld wat misschien gevraagd gaat worden, ja, dan is de cultuur in Hoek van Holland ver weg. Dan zijn we ten dode opgeschreven. En dat is natuurlijk doodzonde voor zulke goede verenigingen die we toch in Hoek van Holland hebben. Wordt vervolgd.